André Hazes, 30, is een grote dierenliefhebber, vooral als het om zijn eigen trouwe metgezel Robbie gaat. Op zijn Instagram deelt de zanger regelmatig schattige kietjes en video's van hun avonturen samen. Recentelijk veroorzaakte zijn nieuwste foto echter wat opschudding onder zijn volgers. Op de bewuste foto was te zien hoe Hazes speels in de lip van zijn hond Robbie beet. Dit gebaar riep heel wat kritiek op. In zijn Instagram stories reageerde hij op de commotie met een video. Ik plaatste een foto met Robbie waarop te zien is dat ik hem in zijn wang bijt, of in zijn lip. Dat lokte weer reacties uit. Sommige mensen waren echt boos, één persoon was zelfs heel boos. Een hondenjuf had hem via een privébericht gevraagd waarom hij zijn hond in de lip beet. Ben je soms niet helemaal lekker, vroeg ze. De vrouw deelde de foto van André op haar eigen Instagram stories en voegde eraan toe, soms vraag ik me af hoe tolerant honden zijn. Wat voor voorbeeld geef je aan je kind over hoe je met honden moet omgaan? En dan huilen als je hond je kind een haaslip bezorgt. Schaam je, André. Het werd persoonlijk. We gingen de verkeerde kant op. Nu kan ik twee dingen doen, of ik laat me meeslepen en het wordt een virtuele ruzie, of ik blijf boven de situatie staan en bied nu gewoon mijn excuses aan met een foto van de hondenjuf. En dat laatste, daar ga ik voor, besloot André. Hij deelde een afbeelding met een hartje waarop stond Sorry hondenjuf slash gedragcoach om zijn verontschuldigingen aan te bieden.